She's in control of your mind and soul. She's in control of your mind and soul. Coming out of nowhere, she will take you somewhere. Welkom bij nog Spellenzolder, dit keer het spel Who Would Win, uitgegeven door Guerrilla Games. Het is een spel wat je met minstens 3 spelers moet spelen en verder kun je het met zoveel mensen spelen als je wilt. En het duurt ongeveer een kwartiertje. Het idee van het spel is dat beide spelers krijgen een willekeurig karakter, een bekend personage, bestaand of fictie. Het zal een president zijn, dat kan een superheld zijn, dat kan een superster zijn, dat kan van alles zijn. Vervolgens wordt er een evenement opengedraaid, een gebeurtenis. En de beide spelers die dus dat karakter hebben gekregen, hebben dan 20 seconden de tijd om hun argumenten te presenteren waarom hun karakter daar het beste in zou zijn. En dat moet dan binnen 20 seconden. Nadat beide spelers de argumenten hebben gepresenteerd, gaan de overige spelers stemmen en zal er besloten worden wie er wint. We gaan eerst maar eens kijken wat we krijgen in het doosje. Het spel is gemaakt door Jeff Siadek. En we krijgen natuurlijk de spelregels. Het spel is in het Engels, daar zul je dan wel even rekening mee moeten houden. Maar aan de andere kant, het zijn simpele evenementen. Die kun je ook makkelijk vertalen. En hier zit nog wat informatie over andere spelletjes die ze hebben uitgebracht. En dan krijg je 2 soorten kaarten. Je krijgt de versus kaart, oftewel het evenement. Waar moeten ze om strijden? Nou, je hebt in dit geval nog een blanco. Kun je zelf ook nog wat creativiteit erin gooien. Maar verder hockey, hunting en fishing, hairdressing, calling. En natuurlijk krijg je ook de karakterkaarten. En dat zijn dan inderdaad een Zorro, een Arnold Schwarzenegger, een Bruce Lee, een Bill Gates, een Darth Vader, dus het Count Dracula. Dat kan echt van alles en nog wat zijn. En dan heb je tot slot hierin verstopt zitten een piepkleine zandloper van 20 seconden. Dat is wat je krijgt. Tijd om even kort een spel te spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit. De stapel met events in het midden, de zandloper van 20 seconden, de startspeler en de speler links van de startspeler krijgen allebei 1 kaart. En dan kan het spel eigenlijk gaan beginnen. Beide spelers krijgen te zien wie ze hebben natuurlijk. John Shaft, en daar staat ook gewoon naast de naam, staat nog eventjes op. Geschreven wat voor figuur het is. En een leuke quote ervan. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik heb echt geen idee wie dit is, dan kun je me altijd afleggen en zeggen, ik neem een andere karakter. En in dit geval hebben we Jacques Ives Cousteau, onze onderwaterbioloog. Dan komt er een VS-kaart, in dit geval Figure Skating. En dan gaat de battle beginnen. De startspeler krijgt 20 seconden om argumenten aan te dragen waarom John Shaft goed is in figureskating. En als de 20 seconden voorbij zijn, dan krijgt de tweede speler ook 20 seconden om aan te geven waarom hij denkt of zij dat Jacques Cousteau juist goed is in het figureskating. Nadat beide spelers hun 20 seconden hebben gehad, gaat de timekeeper, dus degene die het event opendraait en die eventjes de tijd bijgehouden heeft voor deze ronde, die maak nog even een kleine samenvatting van beide argumenten en dan gaan we naar het stemmen. En dan roept de timekeeper wie heeft er gewonnen. Alle spelers gaan op een vastgesteld teken, je telt af, je zegt iets, weet ik veel, gaan wijzen naar de speler van wie zij denken dat hij de beste argumenten heeft aangedragen en dat hij dus zal moeten winnen. Degene met de meeste stemmen is de winnaar, die krijgt de eventkaart. Is er een gelijk spel, dan is er geen winnaar. En de timekeeper mag zelf natuurlijk ook meestemmen. En daarna gaat de beurt door naar de speler links. En dan gaan daar weer 2 spelers tegen elkaar het opnemen. Dus dan speler 1, speler 2. En dan gaat speler 2, wordt dan speler 1. En die gaat dan met zijn linkerbuurman. En zo gaat het spel de tafel rond. Degene die als eerste 5 eventkaarten heeft verzameld, is de winnaar van Who Would Win. En zo wordt dit spel. Who Would Win is een heel simpel, heel snel spelletje wat ontzettend hilarische momenten naar voren kan brengen. Door de juiste kaarten op een gegeven moment op tafel te krijgen in een grappig event, krijg je echt geweldige momenten en dan kun je echt met de hele groep in een scheur liggen. Ik kan nog herinneren dat ik op een gegeven moment had ik Batman waarvoor ik argumenten op tafel moest leggen. Mijn tegenstander had Michael Jackson getrokken.
En het event was: wie kan er het beste met kinderen omgaan? Nou, ik hoef het verder niet in te vullen, maar daar kun je ontzettend grappige argumenten voor op tafel gaan smijten. En dan krijg je gewoon hele leuke situaties. Dat is ook de kracht van dit spel, dat soort humor, dat soort grappen, dat soort situaties die naar voren komen. En tegelijkertijd is dat ook iets, ja, je moet er wel van houden. Ik vind het heel leuk om die discussies te doen, om proberen in zo bij een min mogelijk tijd zoveel mogelijk onzin eruit te gooien. En ja, als je zegt van ja, dat vind ik helemaal niks aan, dat moet ik veel te veel over nadenken, dan is dit waarschijnlijk geen spel voor jou. Mij bekoort dit soort spellen wel. Ik heb hier altijd heel veel plezier mee. Het gaat lekker snel. Je lacht je helemaal ziek. De meest gekke dingen komen ervoor. Het doet me ook een klein beetje denken aan appels en peren. Dan krijg je ook van dat soort bizarre combinaties soms. Die echt af en toe goud waard zijn. En echt voor de rest van je leven waarschijnlijk in je geheugen gegrist staan. Omdat het zo bizar is en zo ontzettend grappig. Vooral op dat moment natuurlijk. Al met al is het gewoon een heel leuk partyspel. Waarbij je getriggerd wordt om toch nog een beetje na te denken. Maar aan de andere kant, als je vooral goed bent in onzin eruit kramen, kun je hier ook een heel eind komen. Als je maar grappig genoeg bent of genoeg mensen op hand weet te krijgen en stemmen veroverd, dan zul je ook nog eens een keer het spelletje winnen. En anders heb je in ieder geval genoeg schik. Het is om die redenen dat ik dit spel een 6,5 heb gegeven. Coming out of nowhere, she will take you somewhere.